Yo gasten! Welkom in deze gloednieuwe video. In logeerhuis Blijendijk. Ja, ik ben Joris. En ik ben Jeppe. En samen zijn wij Youthrocks. En Youthrocks. Ja, en ik ben 19 jaar. En ik ben ook 19 jaar. Ja, en samen zijn wij een soort van een duo. Ja. 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 Wij gaan jullie even goed bespreken wat we allemaal aan wat doen voor onze Youthrocks. Ja, bijvoorbeeld onze eigen serie en ons eigen lied. Ja, en we gaan sowieso onze eigen film maken. Ja, nou ja, ik heb iemand van de cameraploeg al besteld. Dat is René Derks met de NOS. Oké. Ja. Dat is helemaal top. Ja. Want de cameramannen en bij anderen is heel belangrijk in de film. Ja, en ook de fotografen. Ja. Ja, we konden niet heel lang lopen te filmen, we moeten een half uur op onze telefoon doen. Ja, precies. Want we hebben hier regels bij het logeerhuis. Nee, ik heb zo klekel aan. Dat heb ik ook. Klekel. Oh, ik bestond hekel. Ja. Dat is soms gewoon een hekel aan. Ja. Ah. Ja. Nou, ja, laten we maar beginnen. Laten we maar beginnen. Ja. Nou, wat wil jij me over vertellen over deze kanaal? Ja, kijk, we kunnen iets groter maken. Kijk, bijvoorbeeld de serie, hè. Ik lief doen we het namelijk al lang. Oh ja, daarover, normaal gesproken, hoe doen we het met Bram? Maar Bram die is uitgestapt. Ja, nou, het heeft niks. Bram mag heel even goed nadenken. Ja. En als je wil, mag hij terugkomen. Want als het nog niet is, kunnen wij twee ook nog verder gaan. Ja, ook met René de Derks, die ook verstandig is met camera's. Dus dat is goed wel. Ja. En René Derks, dat ken je Jeppe. Ik weet niet hoe lang jij jou kent. Sinds na mijn geboorte eigenlijk. Helemaal top. Je hebt Jorg heeft voor het eerst René Derks en Willemien van der Pol gezien. Ja, toen hadden we video gebeld. Ja. En dan heb je hun erbij gezet. Ja. Dan weet ik wie de tekst maakt en wie de dingen allemaal doen. Ja, precies. Ja. Ja. We zijn dus lekker, heel lekker aan de land op Blijendijk. We hebben vandaag door gisteren tot vandaag één nachtje geslapen. Dat komt door de coronatijden. Ja, precies. Ja. Oké, ja, zullen we niet als de corona hebben even onze kanaal? Oké. Er was nog heel even herinnering. Als je het even niet weet, kun je de volgende video van mij terugkijken. Oh ja, en ook die van mij, want ik heb ooit een video gemaakt van mij en en ook de Jorg van Jorg. Dat je voor het eerst mij ziet, dan kunnen jullie ook terugkijken. Ja. Ja, toen ik Jeppe eerst ontmoet had bij de logeerhuis, toen dacht ik, dat is wel een hele goede jochie om meer video's te maken en meer afleveringen. Ja, precies. Ja, dus ze hadden de ene aflevering gemaakt, dat was de wandeltour. De wandeltour, dat is met Jeppe, Bram en ik. Ja. Met de takken, hè? Herinner je dit vast nog? Hey ho, hey ho, aan de kant de Bram. Ja! Die is echt super leuk. Ja. Ik heb het teruggekeken, dat is echt super leuk. Ja, maar die staat niet online, geloof ik, of wel? Wel. Oh, die staat online. Allang, sinds die tijd. Oké. Okay. Ja, als je online staat, kun je terugkijken bij Jeppe Rocks. Ja. Oh ja, natuurlijk abonneer ook op hem. En ook op hem. Ja. We kunnen er meer over gaan spreken. Ja. Oh ja, we maken ook tegen films, series, aankondigingen, concerten. Ja, daar hebben we over gesproken. Ja, daar hebben we over gesproken bij de kleine teamvergadering van ons. Ja. Want als we een kantoor hebben, dan gaan we, zijn met z'n tweeën, want dan gaan we eens een kantoortour even laten maken. Ja, dat is ook goed. En
Oh ja, en wij hadden iets bedacht met Samsung en een pornogun voor de film. Ja. Dat we dat, nou ja, ik denk alleen de ik denk alleen dat we de pornogun doen. Alleen dat. Ja. Dat maakt dan iets cooler voor de kijkers. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. Je weet wel, de eerste gat is blauw en de tweede gat is altijd oranje. Oké. Nou ja, ik weet, de Amerikaanse mensen die kijken daar ook. Ja, maar wat ik denk daarvoor, jullie kennen allemaal Samson en Gert. Fred en Thompson. Ja, ze hebben ook een Franse versie daarvan. Ja, dat heb ik al even verteld. Ja. Dat heb ik verteld, maar ze weten dat het niet dat het Frans is. Dat heb ik erbij bij gezegd. Oh ja, ja. Want ik kan heel veel dingen druppen kijken van Studio 100 Belgisch en Studio 100 Frans. Nou ja, dat komt omdat Studio 100 animatiestudio's hebben die in Duitsland en in Frankrijk hebben. Ja. En Australië. Oké. Okay. Nu gaan we even terug naar onze eigen kanaal. Ja, ons eigen kanaal. Dat is ietsje belangrijker. Ietsje belangrijker, ja. Want wij doen heel veel dingen in de video's. Oh, zoveel. En natuurlijk, er komt ook nog een animatie van ons. En als je die hoort, die dinnagens. Als je dat wil, mag je met ons meedoen. Met de animatie. Als je het wil, Dylan, als je het goed vindt, zet in de reactie. Oh ja, en dan gaat ook voor Teun, Marit en Rick en zo. Of moet ik een peuntje zeggen? die vet leuk. Oh, ja. Van de cliffhanger, weet je nog? Oh ja, de cliffhanger. Ja. Dat gaan we ook even doen met onze Clifftuber. Clifftuber. Ja. Maar die slaan we heel even over. En de Cliff Horror. De Cliff Horror, daar komen allereerste daarvan. Ja, oké, okay, ja. Want ik heb heel leuke plan wat is gedacht. Ja. Dat is in Vlijmen en in Nieuwkuik staat er heel veel verlaagde locaties. Ja. We hebben in Vlijmen de Horrorbos en in Nieuwkuik hebben we een verlaagde huis. Oké, okay, ja. Dat wordt griezelig. Dat wordt griezelig, ja. Oké, okay, dat was een gekkigheid. Oké, okay, even einde de gekkigheid. Oké, okay. Ja, soms mag ook een gekheid in de video. Ja, dat is waar. Dat is ook wel leuk voor de kijkers. Want mijn regels van mijn kanaal mag af en toe grapjes ertussen door. Ja, maar niet altijd. Maar niet altijd, nee. Nou ja, bij sommige video's, herinner je nog, dat in het begin nog slecht was, dat de Britta mee volgen met yo, YouTube-fans apps, en dan komt gelijk de intro erop. Oh ja, dat was de ploeber. Ja, dat was de ploeber, ja. Dat was eerst van mijn kanaal, het was eerst Yo Gasten. Ja. Er was soms wel een klein foutje tussendoor, heb ik er gewoon ertussen gezet als ploeber. Oh ja. Ja, nu gaan we even terug naar onze kantoorzaken. Onze kantoorzaken. Dat is ook heel erg belangrijk. Te belangrijk zelfs. Te belangrijk. Ja, oké, nu weten we het wel. De XXXXL belangrijk. Nou, eigenlijk is het 100.000 x dan 1 l belangrijk. Juist. En daar gaan we het niet over hebben. Ja. Dus ik ga het nu even jou overlaten. Jij bent alles over kantoor. Jij kunt alles over kantoor. Nou, ik weet wel wat we maken. Hopen we maken series, films, extra's, logo's, programma's en zo. Dan heb ik alles netjes opgeschreven. En we hebben alle dagen van de week en tussen de jaren. Heeft vaak daarover gebeld. Van hey, kunnen we dat misschien doen? En dan zo hebben we op een idee gekomen om iets groters te maken. Bijvoorbeeld ons eigen kantoor, ons eigen winkel en misschien een restaurant erbij, maar dat weten we nog niet. Het kost nog duur. Maar we moeten even bekijken. Ja, en dat we over restaurant daarover hebben. Het is heel veel met het kantoor. We hebben winkel, restaurant en bakkerij. Ja. Want het zijn drie dingen, eigenlijk moeten we twee dingen van nodig. Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk is het veel beter dat een restaurant gewoon overlaten naar een bakkerij. Oh ja, oké. Okay. Want dan kunnen ze lekker taarten kopen, wat wij maken. Ja, nou ja, wat ik van en gebak, en broodjes, met beleg, en van, kijk,
algemeen, het is een, kijk, het is een algemene bakkerij met alles ertussen. Net zoals een restaurant. Pizza's, pannenkoeken, en dan ook met gebak en zo. Dus dat samen in één eigenlijk. Ja. En nu hebben we over, nou, hebben we over eten gepraat, want er is nog één dingetje van eigenlijk wat ik kwijt wil in mijn kamer, dat is de shirt. Want ja, de webshop, hè. Ja, van, dat, nou, het is niet echt een webshop, shop, dat is meer om weg te geven. Ja, oh ja. Want je hebt ook nog twee shirts. Ja, nou ja, ik moet, ja, weet je, ik zou nu dit dek maken aan de kijkers. Ik moet nog met de ouders overleggen als ik na die 3 abonnees gehaald heb. Dus blijf abonneren, dan krijg ik even meer shirts. Dan kan ik ze weggeven. Helemaal top. En wie het eerst dat een shirt wil, die kan in de reactie zetten bij Jeppe Rocks. Ja. Maar ik ga sowieso ook een reactie onderzetten. Misschien wil ik ook zo'n shirt. Ja, precies. Ja. Ja. En oh ja. Ik wil de hele team Den Haag en zijn team Enzo Knol ook iets zeggen. Dat is ook, als jullie ook zo'n shirt willen, ja, dan mag je bij mij halen en bij een jogger. Maar bij mij, dat is één klein dingetje, je moet meer abonneren, want ik heb nou 107 abonnees. En ik 116. En 116. Hij heeft veel meer dan ik. Ja, dat kan altijd. Ja, maar we gaan deze video niet zo heel lang houden. Maar we gaan een paar dingen even praten over het kantoor, dan zijn we klaar. Ja, oké, ja. Ja, precies hoe ik het zei, we maken hier echt veel. Films, series en afleveringen. Ja. Er zijn al 3. En aankondigingen. En aankondigingen. En sowieso de Efteling Live. De Efteling Live, precies. Oh ja, wat ik bijna vergeten, de Efteling Live. Ach, ja. En natuurlijk ook de Team Radio. De Team Radio? Nou, dat was onze planning. Ja. En de Efteling Live. Dat heb ik al gezegd. Nee hoor. Heb ik wel al gezegd? Ja, nee, dat is het Team Radio. Nee, ik zei eerst Efteling Live. En daarna zei ik Team Radio. Ja, maar het was niet Efteling Live. Nou, bij Efteling Live doen we veel anders. Oh. Want jij zit in de kamer en ik zit in de Efteling. Oh ja. Oh zo, oh ja, natuurlijk. En op onze eigen radio. En daar maken we gewoon echt nieuws. Gewoon een soort glazen huis. Ja. Nou, ik denk dat we allemaal op zitten. Want we gaan de video nou even afsluiten. Ja. Nou, vond ik trouwens een hele leuke video. Ga verder. Verder met abonneren. Wacht. Ga lekker abonneren op Jeppe Rocks, YouTuber van Jorg en Brams Gebied, uiteraard. En doe het bij andere YouTubers van heel Nederland. Ook Dylan Hagens, Enzo Knol, Kontrein of whatever. Ja. Abonneer op ons. Nou, voor ons heel, trouwens een hele leuke video. Ga verder met abonneren. Ja, daar heb ik al gezegd, hè. En vanaf het begin. Ja, in het begin. Nu moet je samen zeggen. Ja, maar ja, like alle video's. Ja, maar. Maar waarom zei ik er nooit en reageer op onze 4 video's. Ja. En dan zie ik je tot de volgende. Ja, wacht. Maar vanaf het begin heb ik ook abonneren gezegd. Ja. Maar voor het afsluiten zijn je extra erbij. Ja, dat heb ik ook gedaan een paar keer. Maar ga lekker even met abonneren. Ja. Nou, dan zie je allemaal later. Later.